Gisteren is op tennisvereniging Buitenweg het Bonenkamp Open Herfsttoernooi van start gegaan. Dit toernooi, dat op basis van het aantal deelnemers in de landelijke top 5 staat, heeft dit jaar wederom een record aantal deelnemers. Nick Keisler trok erop uit om het geheim van dit succesvolle Zoetermeerse evenement te ontdekken. Kijk naar dit leuke verslag van Meer Zoetermeer. Meer Zoetermeer is de gast bij TV Buitenweg. Het Bonenkamp Open Herfsttoernooi 2013. Het is een bijzonder toernooi, het wordt al jaren gehouden. Het is een aparte keuze om dat midden in de herfst te doen. Het weer kan tegenzitten, maar zoals nu is het pakt het heel erg goed uit. Het heeft een bepaald thema dit jaar. Eugenie van der Wolk, creatief aanjager. Wat is het thema? Dit jaar is het thema middeleeuwen. En we kiezen eigenlijk ieder jaar kiezen we voor iets leuks, waardoor de aankleding van het toernooi, ja, alleen maar nog meer mensen, nog meer deelnemers trekt, maar ook natuurlijk het publiek. We hebben een flink aantal deelnemers, zo'n 700, die deze kant op komen. Ja, ook natuurlijk voor de leuke wedstrijden die er zijn, want we hebben echt wel serieuze potjes ook te spelen. In de twee met name, heel veel koppels die speciaal hier aan meedoen, omdat het een gezellig toernooi is en daarmee het publiek natuurlijk ook trekt. Ze kunnen hier langskomen voor gezellig eten, wat natuurlijk ook in het thema past. Een middeleeuws grillfestijn wat er allemaal is. Dus iedereen, ja, die is daar hartelijk welkom en kan daarin gaan genieten. Die bepaalde keuze, hè, die TV Buitenweg jaren geleden al gemaakt heeft, hè, om dat toernooi echt, nou, zeg maar gerust midden in de herfst te houden, dat is een bepaald idee. Dat kan een risico met zich meedragen, het weer. Dat is voor jullie toch geen reden om het anders te gaan doen? Nee, in principe niet. Natuurlijk weet iedereen inmiddels wel dat de banen 's avonds wat gladder zijn dan normaal. Er kan wat regen zijn, ook weet iedere deelnemer dat. En het is misschien even een beetje wennen. Er zijn speciale schoenen voor, dus dat zou je eventueel kunnen doen. Maar in principe, iedereen komt gewoon. En het leuke daarvan is, er is geen concurrentie. Andere toernooien zijn er niet. Dus ja, iedereen die kan gewoon lekker vrij uitspelen, zonder dat je de druk hebt van een ander toernooi. En dat is voor ons natuurlijk ook uitermate prettig, dat je gewoon 9 dagen lang hier volle bak kan gaan draaien. Dat is ontzettend leuk. Bij mij Joost Blij, wedstrijdleider van het Bonenkamp TV Buitenweg, Open Herfsttoernooi 2013. Joost, het is je eerste keer. Hoe loopt het tot zover? Ja, tot nu toe mogen we echt absoluut niet klagen. Zoals je ziet, hartstikke mooi weer. En gisteren al 50 potjes gespeeld. Vandaag ook nog 60 op de rol. Dus we zijn goed begonnen en we zijn goed in de lucht. Dus we mogen niet klagen tot nu toe. Alle wedstrijden kunnen laten spelen. Hè. Het weer zit aardig mee. Ontzettend veel deelnemers, hè, rond de 700, ik hoor het van Eugenie. En wat kan je over het niveau vertellen? Wat valt daarin te beleven? Eigenlijk van jong tot oud en van net beginnen tot ver gevorderd. We hebben 140 jeugd die door de week eigenlijk overdag spelen. En we hebben ruim 500 senioren van goede twee spelers. Voor de mensen die nog niet weten wat het is. Zit echt tegen de top van Nederland aan. Sheetje van 8 in de heren dubbel 2. En ook in de mix en in de gemengd dubbel ook een poeltje. Waardoor we ook gewoon de hele tijd leuke potjes op het park hebben. De grotere sheets komen toch wel uit de beginners tot en met de categorie CS7. En daar brengt het hele toernooi, het draait erom. En het is gezellig en veel mensen. En eigenlijk spelen we dan door de week overdag, 's avonds vooral veel senioren. En de voorweekenden en het finale weekend is volgend weekend. Dus, ja. Dit weekend begonnen, hè. Het loopt door tot en met volgend weekend. Echt heel veel te beleven dus. Hè. Het is erg gezellig, dus de gezelligheid bovenop. Maar ik hoorde je net zeggen, wil je gewoon een goede pot tennis zien, dan kan je gewoon hier terecht. Ja, we proberen de potje ook een beetje te plannen op de prime time, zeg maar. Vanmiddag ook weer om 4:00, vlak voor het eten. Door de week 8:30 s'avonds altijd wel een goede 2 of 3 pot. Dus hapje eten kan ook. En goed tennis kijken lukt ook. Dus, Mooi zo. Joost Blij, wedstrijdleider van het Bonenkamp. TV Buitenweg, Open Herfsttoernooi 2013. Dankjewel. Yes.